Ik heb bij Triater veel mogen doen en we kwamen laatst achter aan dat Duister in Nacht mijn 22e regie bij Triater is. Het zou haar 23e stuk voor Triater worden. Het laatste als artistiek leider. Nou, Tolf en Hillier neemt Ira Jutkowskaja afscheid van het Friese theaterselskip. Dat zoe mij 1001 nacht op een oude jiskebult tussen stad en platteland. Corona waard lykwels spulbrekker. Je hebt daar heel een bijzonder uitzicht op de stad. En daarom gaat de zon onder bij de dorpen. Dus er zit de zonsondergaan. Hier zou van alles gebeuren in samenwerking met studenten van D-Drive. Buiten de tent. En daar zou ongeveer de tent komen staan. En dan ga je naar binnen en daar speelt de voorstelling af. Dus een soort combinatie van voorstelling in de tent en een locatie eromheen. Ik vind het echt wel een beetje gruwelijk dat ze haar auskietsvoorstelling net meidje kennen. Dat vind ik wel echt naar. Want de werk is ergens net daar. Het is ik voor die zelf heel noffelijk om te zeggen van hier mij geen ik. Weet je, het is je laatste voorstelling voor het theater. Daar heb je dingen voor bewaard, daar heb je dingen voor ontwikkeld. Daar ben je heel bewust mee bezig. Wie spelen erin, met wie ga ik werken? En dat kan je dan niet afmaken. Dus je kan je punt niet zetten. Het is een onaf einde. Het verdriet was, als ik eerlijk ben, niet eens om een voorstelling, maar om het hele repetitieproces. Want dat is toch waarom je theater maakt, omdat je van theater maken houdt. En ik heb een fantastische ploeg en ik had heel erg zin om met een aantal van de mensen na Dorp Europa volgende stappen te zetten. En ook een aantal mensen met wie ik al lang niet heb gewerkt. En ja, een live samenwerken is totaal iets anders dan online zoals we nu doen. Maar goed, nu zijn we ook met plezier bezig. Ja, nee, jij blijft dronken. Jij wacht, jij zit te wachten, staat te wachten dat iedereen weg is. Ali, jij gaat uit het beeld ook weg. Brecht gaat slapen. En nu? Aangezien Brecht slaapt. Ja. Majesteit Omke. Omke, een majesteit. Maar jij moet Brecht niet wakker maken. Oh ja, tuurlijk. Ja, die staat ook. En ik merk dat ik Schiphol dus aan één kant denk, nou, dat gaat ook kansen bieden. Ik merk zoals met online repeteren, ik had nooit van mijn leven gedacht dat ik dat zou doen. En niet dat ik denk, oh, vanaf nu wordt dit mijn toekomst. Ik bedoel, live repeteren en theater maken is gewoon fantastisch. Maar goed, ik ontdek wel iets wat ik anders niet had ontdekt. Essa eindigt het afscheid in een online stick. Net de finale die ze voor eigen hier. Maar in de Tolf en Hillier Theater had ze voor meer hier te vieren staan. Een tol mensen zorgen we om op Ira en Theater. Grote voorstellings op locatie en meer muziek en Jonge Rijn Theater. Neewel de nieuwe artistiek leader van Triater, de van oorsprong Russische Ira Jutkowskaja, op Ongen. Zo moet het theaterselskip meer en een nieuw publiek aanspreken. Ik hoop dat wij nieuwe publieksgroepen kunnen aanboren. Dat wij jonge spelers, jongere spelers kunnen verbinden aan Triater. Ben Bilker, wie bestuursvoorzitter en naam Ira Ongen. Pas na een kwartier in de vrouwpoort, kan het klik. Je wil even zien? Ja, dat is maar mooi. Daar hebben wij moesten aan in. En een keer. En dat weer nedig, want wij vielen, ik vooral, ik kan even van mezelf praten, het zit net helemaal goed tussen u, het is troef. We hadden geen goede start. Nee. Je had geen goede start. Nee. En toen hij met Hieten West en toen begreep hij me koor, of hij begreep hij in elk geval. Nee, maar hij heeft ook gezegd, ik heb me in jou vergist. Ik heb verkeerd gekeken en ik zie dat je hier op de juiste plek bent, de juiste persoon. En ik kreeg eigenlijk van hem waardering voor wat ik in dat jaar deed. En ik snap wel alle bedenkingen die over mij waren. Zeker achteraf snap ik het heel goed als zelf wat ervarenere directeur. Komt iemand van 32 die nooit langer dan 3 maanden aan een gezelschap verbonden is geweest en dan zegt ik kan dat. Ja. Ik ga dat maar geloven. Ja, je weet. Hier hebben wij even heel noffelijk zitten en heel goed beteren man. En ik zal je vertellen, wij winnen de laatste. Die wordt ze zeer nu zo'n verwarring in die Noors voort. Dus we oeren zitten te praten. Ira had natuurlijk wel best moeilijk gewoon. Na een hele grote, lange periode van Jastie. Moeilijke periode, Hans Mannenveld. En toen moest zij komen en de scherven opruimen. En dat had ze dien. Dat had ze dien. Maar ja, ik dacht wel eens, Ira. Moeilijk, karakter. Ze zei net altijd precies wat ze wou. Dat was meestal net altijd duidelijk. Nou, toen had de parteer best. En toen kreeg ik in de gaten wat ze echt wou. Investeren in de toekomst, investeren in de jeugd, in de jongeren. En qua publiek, qua opleiding,
qua acteurs. Ja, dat is wel nodig. Ik heb wel jaren problemen gehad. Want ik, ja, dat was toen ik was afhankelijk met werkgever. Dat wil ik nooit meer. Tamara Skoppert, al jaren bij theater. Hoe de begint het? Ja, zij was hier heel gedreven. Zij hield toen natuurlijk als de jonge regisseurs. En zij verboen haar heel bot aan de meesken. Dat vond ik heel opmerkelijk. Dat ze echt inzoomde op mij waar ze dwaande wie. Sijard Smit waartrog Ira Jutkowskaja onlutsen als zakelijk directeur. De Wievoort een goede baan. In het eerste jaar dat wij begonnen, hebben we de Alfsterrentocht productie gemaakt. Een voorstelling van 12 uur door heel Friesland. En dat begon hier. Dus zeg maar deze ook wat industriële achtergrond is ook het startpunt van de Elfstedentocht. En hier begonnen wij ook. En ja, er was een fantastische loopbrug gebouwd. En ja, weet je, dit was ook wel een begin voor ons tweeën. En ik weet je, want het was natuurlijk een monsterproductie meteen. En wij waren beide net begonnen. En ik weet dat we op een gegeven moment keken we elkaar aan. Zo van, is het verstandig dat we dit gaan doen? Nee, het is niet verstandig. Dan gaan we het doen? Ja, we gaan het doen. De Elfstedentocht, echt totale kracht door onwetendheid. Ja. En ik kan me ook herinneren dat ik op een gegeven moment een aantal mensen zei... ja, maar jij met jouw ervaring met alle praktische dingen op locatie... waarom hebben mensen niet eerder dit gezegd? Nee, maar ik dacht dat je wist waar je mee bezig was. Hoe dan? Maar ja, dat werd gedaan. Lies dat dan net blikken als dat net wistest? Jawel, ik noem het altijd. Maar dit is ook een soort... het is vaak je kracht en je zwakte. Volgens mij, zolang ik mezelf herinner, sinds mijn zesde... heb ik vaak een situatie dat ik het zeg en dat ik daarbij nog zeg... jongens, ik weet het niet, maar ik zou denken dat. En dat mensen het gaan doen. Weet je, je kan veel zeggen over Ira, maar ze is niet bang. Echo de Bakker is veteraan bij theater. Hij weet nog zijn eerste indruk van Ira Jutkowskaja. Uitgesproken dame, zo zei ze, die goed wist wat ze wil. Maar ik een hele... ja, ik vond het een hele warme vrouw doen. Dus ik ben ik heel blij dat ze hier artistiek leren waard. Die ik een soort ambitie of zo die we wel goed broeken kon. Dat was wel een heel fijn gevoel, want ik wist dat heel veel mensen bij gezelschap willen graag met mij door. Dus je weet gewoon dat je welkom bent. En dat is de beste manier om ergens te beginnen. En ik kan me herinneren dat ik voor het eerst naar mijn eerste officiële werkdag ging. En dat ik toen tegen mijn toenmalige vriend zei, wat moet ik eigenlijk vandaag gaan doen? Ik had geen idee wat je doet als je niet regisseert. Je wordt niet opgeleid voor artistiek directeur. Hallo? Is er iemand? Al vrij gauw kwam de cultuurvrouw onder grote druk. Ja, de bezuinigingsplan van staatssecretaris Sielstra week voor theater grote gevolgen. Zag Rut zelfs dat de toekomst van het theaterselskip feistiert. En ik had het gevoel alsof een soort dikke mist ineens strook overal. En om me heen en in mijn hoofd. En in de mist heb ik heel lang geleefd. De gedachte dat, ook al stond het los van mij persoonlijk... maar dat net in die periode ik bij theaterwerkend na al die jaren zou ophouden... was verschrikkelijk. En ook verantwoordelijkheid daarvoor. Ja, dus waar mij nog verteld, meneer Bilker, u hebt geen schijn van kans. Tot dat er een motie kwam, werd de hele Kamer achter... de hele Kamer naar die uitzonder, zelfs de PVV. Maar dat vertel ik net, hoe die bewerkt, hè. Maar die heb ik bewerkt. En, hoe dan? Dat is het geheim van het lomje. Het liep erop dat theater redden is. Het kabinet ziet het zelskip uit de basisvoorziening cultuur hellen om sa 1,9 miljoen euro te bezuinigen. Het mooiste is dat wij op het juiste moment drewien met een bus, mijn liedse voorstelletjes in die bus. En we nodigen hier de Kamerleden uit in die bus die op het plein voor de Tweede Kamer. En dan gingen we parteren. Maar we winnen van tevoren al. Al die fracties los werd. Ik eerst alleen nog dat hij opbouwt. En doe maar Sijard en Ira en wij moesten trainen. Fantastisch. Ja? Ja. Kun je ze goed lobbyen? Oh ja. Ja, enorm. Ik had echt tijd voor mijn leven in Den Haag. Ja? Ja. Wat maakt dat zo mooi? Ja, het is ook, in die zin is het niet heel anders dan regisseren. Je hebt een doel en je gaat kijken hoe je daar komt. En je bent ook heel open, je moet eerlijk zijn. Dus je moet gesprekken voeren en alles onthouden. Steeds in je hoofd een soort plan bijstellen. En bedenk, als ik dit weet, met wie praat ik daarover? En als ik dat weet, met wie... Ik weet ik toen mijn mobiel een paar keer per dag moest opladen. Omdat ik zoveel aan het bellen was. En elke gesprek begon... Ja, dat kan ik je wel vertellen. Het maakt niet uit wie belde. Maar
Wie me al gebelde, begon een gesprek met... Dit heb je niet van mij. Dus ik vond dat ik echt in een soort absurde film zat. Ja. En ik zie hoe haar gezicht staat gewoon... verroren. Het ontspande. Oké. De redding wie daar, maar er moest bezuinigen worden. Oeren moesten niet leveren worden. De spannings roen op. Dus man, ik wil graag dat je met die doorregelt. Ik had het net benoemd. Hoe zal het? Nou, ik ben nog 2 mannen met volle verstaan en daarna wordt het wat minder. En dat we echt snijden in ja, personeel. Heel erg. En ik verbaas me er toch wel dat zij dat dieren had. En dat het een slag is. Maar ja, daar kwamen natuurlijk wel je frustraties. Er zijn natuurlijk acteurs die hun leven lang, dat moet je wel even intinken, haar de verinzet hebben voor theater. En ik toch, wij binnen het theater. Wij binnen het beeld van theater. Ik ben er echt een beetje ziek van geweest eigenlijk. Want ik denk, god, zo'n 3 hier bij theater. En dan in één, samen in één, werd er een stuk van je... Nou, ik vergelijk je een beetje van je het zien je vingers en draai je met in één. Werd er zo'n 3 vingers missen. Ja, ik vond het heel heftig. Ja, die meesten gingen me heel erg onthet. Want bij meesten werk ik hier in mijn werk ha. En werk privé ik heel goed met koe. Maar dan zie je gewoon dat het toch wat uit me ging. Want kreeg het haast 2 kampen. Als ik terugkijk, sommige van die dingen heb ik totaal niet handig aangepakt. Achteraf gezien. Nou, op dat moment dacht ik dat ik deed wat het beste was. Ik denk, daar kan je vanuit gaan. Iedereen wil het goed doen, van alle kanten. Ja. Ik weet dat het voor mezelf geldt. Ik weet ook zeker dat het voor iedereen binnen het conflict was. Iedereen dacht, dit is het juiste om te doen. Voor mezelf en voor het theater. Hoe lastig en naar ik die tijd ook vond... Ik denk dat uiteindelijk altijd het naast en heftigst is voor de mensen die de weg zijn gegaan. Dus daarom kan ik wel zeggen, oh, het was heel erg voor mij. Ik vond het ook heel erg. Maar ik ging daarna door bij het theater. Ik ben altijd bang voor die West. Ik kan me nooit afvragen hoe het voor die wezen maken had. Eensem. Weer heel eenzaam. En die ziektocht die is, nou, doe inzetten, maar die is wel, nou ja, van wat die is echt zwalk in het Westen. En dat voornamelijk ik aan het publiek, dat ze net meer wisten wat ze verwachten konden. Een groot part van het oude publiek herkende hem net meer en het nije kwam net. Is dat het? Ja, een heel grote lijn is dat het vol. Het is heel moeilijk om een theater te leiden in Friesland. Je maakt de oorlog rekken horen, je maakt de ekken rekken horen, maar je verste publiek, want dan maak je het altijd van hè. Maar dat verste publiek waar ik ouder. En die hek het op een gegeven moment echt maar aan. Dus dan maakt het echt vooruit zien. Nou, en ik hier was het idee, ik ben er heel eerlijk in, dat ze te snel helemaal op de jongeren toer zit en onderzoeken van nieuwe talenten. Heel, heel belangrijk. Maar werd een beetje dat orenaspect ja, te gauw losliet. Ik vind niet dat ik afscheid van het publiek genomen heb. En ik denk ook... dat soms mensen denken alsof theater een soort op zichzelf losstaande lichaam is... los van Nederlands of Europees theater. Dat is natuurlijk niet zo. En wat er gaande is dat het publiek verandert, dat er andere vraag komt, andere behoeften... dat speelt bij alle gezelschappen, dat speelt in alle schouwburgen. Ja, weet je, stilstand is eigenlijk achteruitgang. Je kan niet zeggen, we doen dat wat we gisteren deden. Als je mensen vraagt van, wat wil je? Hè, wat wil je eten? Oh, dat wat ik vorige week had. En onze taak is om iets te bedenken wat je nog niet gegeten hebt. En daar zit natuurlijk een spanning. En toch denk ik dat mensen het begrijpen. En je ziet elke keer, en natuurlijk zitten er fluctuaties in het publiek, de ene keer meer dan anders. Maar als het erop aankomt, zit het altijd vol. Dus ik denk wel dat als je echt vraagt... Hebben dat ook altijd gemerkt als we daarover gesprek aan gingen met mensen? Dan begrepen ze het. Dat is absoluut lef. En dat is ik net makkelijk geweest. Nee. En wat wie er net makkelijk kwam? Nou ja, dan krijg je toch weerstand binnen je eigen bedrijf en binnen de provincie. Er zijn mensen die nou heel erg wend wien van wat ze van ons kriegen. Dat wie altijd duidelijk van dat we naar het theater gaan, dan binnen verschillende stikken, maar. Het weer, een bepaalde lijn zit erin, bepaalde verwachtingen. Voldien we wel aan. Do, bist mijn beste vriendin, Angela? Ja. Ben ik die beste vriendin, ek?
Ik ha een heel soort beste vriendinnen. Oh, Gerardus. Oh, ja. Ja, je moet volgende stappen maken met de kans dat sommige dingen niet lukken. Maar ik heb ook heel veel oud publiek gezien die juist nu heel blij is met waar het theater is. Daarin gaat het ook in golven. En dat vond ik heel leuk dat ik iemand... dat ik vaak bij ons publiek zie, die ook een tijdje kwaad was op wat wij maakten. En dat was bij Wereldburgers van de Voorstreek. Nee, ik kwam bij Dorp Europa tegen. En hij begon nog voor de voorstelling van Wereldburgers van de Voorstreek. En zei, zo fantastisch. En waar ik zo trots op ben bij het theater, is voorstellen die je niet meteen kan duiden. Je geeft die aan over en dan heb je een ervaring. En toen dacht ik, wow, 10 jaar geleden had ik jou dit nooit horen zeggen. Dus ja, er is ook deel van de oude publiek dat daar juist in meegaan is. En die ook onze inspiratie is. Want het is natuurlijk niet zo van, wij doen het en het publiek gaat mee of niet. Wij gaan samen met het publiek. Ik ga kiezen om op een dorp te wijnen, want wennest op het dorp en in de stad. Er is hier geen plak. Geen plak? Nee, alles is al aan. Elke nieuw had zijn rol. Maar ik denk juist dat ik nog misschien in het begin te veel getwijfeld heb. Ik denk dat dat misschien nog meer onduidelijkheid heeft gegeven en een soort ruis. En toen had ik Van de Stad en het Liebe gemaakt, samen met Jochem Stavenuiter. En het leuke was dat de voorstelling heel groot succes werd. En toen was ook alle praatjes erover voorbij. Oh ja, dat kan. Onderschat je publiek niet. Alleen wat daarna gebeurde, toen begon het iets terug te lopen. En was een voorstelling die niet zo goed liep. En toen ben ik wat veilig, dacht ik, oh, even stap terug. Even, en dan ga je juist denken, wat zouden mensen willen? Ja. En daar ben ik een beetje zo tussenin gebleven. En dat was niet goed als ik terugkijk. Want dan, je had juist een groep mensen die dachten, oké, we gaan mee. Nou, deze vonden we niks, maar wie weet hoe het verder gaat. En dat heb ik later wel geleerd, van je moet wel je lijn voor... Dat heb ik trouwens van politici geleerd. Ik kwam nog een naar Wietske, dat ik zei, word je niet moe van jarenlang steeds beginnen over de culturele hoofdstad die niemand ziet. Nee, gewoon volhouden. Verjonging en vernijing, dat wie een doel. Meer talenten ontbarren. Een van de nieuwe generatie spelers is Raymond Muller. Hierachter haak ik mij Ira de vaststelling Wereldburgers van de Voorstreek makken en spelen. Ja, dat wie op deze plak, in deze stritten. Op een voorstreek werken mensen in winkels en mensen gaan de stad in en mensen gaan de stad uit. En op een hoek van de voorstreek zit de Leeuwarden Krant in 83. Ja. En mijn vader die gaat elke zondagmiddag gaat hij lopend naar de Leeuwarden Krant om de voetbaluitslagen te bezien. Ja. Ja. Begin jaren 60 loopt mijn vader hier. Loopt hij hier als misdienaar in een katholieke processie. Ja, hier op een voorstreek. Ja. In de rest van de stad is dat verboden. Ja. Als wat op die het gast of zo. Of, ik is altijd bij de talonen. Wat dat er ongeet, had ze mij bij het theater gebracht. En ja, is ik een soort, ja, het klinkt wat grut, maar een soort van mem van mijn west. Ze had me niet alleen nog op het theatergebied, maar ik daaromheen als mens rieker maken. Ik heb Verjonging nooit echt als missie gezien. Mijn missie, voor zover missie is, was gewoon interessant theater maken. En daarvoor vind ik, want het is niet Verjonging voor Verjonging. Maar ik denk dat in elke bedrijf is het goed als je verschillende leeftijden hebt. Ik dacht, ja, die verhouding moet anders. Nou, Franke. Ik ben al 2 jaar net boven mijn thee met de rest. Ja, hoe dan heb je water erop drinken? Ophouden met drinken. Oké. Okay. Ze heeft zich nu echt gevestigd in Friesland. Dit is haar thuis. En ze zoekt hier ook echt welke mensen zijn er, wie kunnen zich ontwikkelen, wie krijgen nieuwe kansen. En daar ligt een kracht, maar dat is ook waar ze volgens mij het meest van geniet. Ze probeert die ek verder te brengen. Ah, nee, maar nou, maar stij nog even beginnen. En dan ga ik nu mijn hele leven vertellen. Hoe lang hebben jullie? Ja. Passioneel, pittig en net altijd lekker makkelijk. Dat is het beeld van Ira Jutkowskaja. Oké.
Oké, okay, even tot daar. Want meteen, jullie gaan allemaal naar het midden toe, hè? Maar pak alsjeblieft alle 20 meter. Niet hoe iedereen hoeft de aarde te beklimmen, meteen. Je kan ook heel goed namelijk contact met het publiek aan een van de zijkanten maken. Absoluut pittig. Ze is echt een superslimme vrouw en hele snelle tinker. En daarmee overrompelt ze meeske wolles. En dat gebeurde mij in het begin ik wolles. Dus ik denk, oh jee, wat gaat dit snel? Waar gaat het heen? Er is misschien ook nog een orenoplossing. Nou, dus er sommige meesken die ik wat van schrikken of zo. Die denken, oh jee, wat heftig. Het is spietig als meesken zich daar toch oorschrikken litten. Heeft ze dat toch? Dat had ze toch kregen. Het is ik altijd balanceren. Het wist, zeker natuurlijk met Ira te krijgen. Gewoon vooral als, nou, eerst als actrice en later als regisseur. Als zij als artistiek leider. Dus je wist altijd aan het balanceren tussen vriendschappelijk met elkaar wezen en professioneel wezen. En beide hebben een hele oren functie. En die, ja, in uw werk verneem ik dat heel gauw trommelkoor rint. En dat is, ja, dat is een spannende balans altijd. Vinden Jomie Blom mooi? Nee, ik hou van rozen. Wie in de tijd van Mastro Margrita, wie zijn nog, vind ik, een orenregisseur dan aan het eind. Er zit een heel mooie ontwikkeling in. Ik vond toen heel noffelijk, want zij wist heel erg goed wat zij wilde met die voorstelling. De meid als spielserik, wat Margriete was, moest. Maar ik kreeg wel een hele plotte vrijheid erin. Zij, ja, ik daar zeg, zij wil van wie, wat brengt stoom mij? En eigenlijk vind ik dat in de jaren dat ze bij theater werken had, dat eigenlijk heel iets meer terugontwikkeld. En dat ze heel iets meer verscoot is naar echt de acteurs als een ploeg medemakers, Shen. Kijk, er zijn mensen die ook zeggen, Ira is lastig of is ingewikkeld. Maar dat is omdat het wel menens is. Dus zij strijdt altijd voor om het goed te doen. Om het zo te krijgen zoals ze vindt dat het moet. En, dus het is echt uit passie. En ze wil daar ook echt dingen in bereiken. En daar schoonheid laten zien. Kijk, ik ben geen draak. Hè? Ik ben, ja, bang voor zijn. Dat hoor je soms. Het is natuurlijk ook zo dat die positie je iets geeft. Hè? Nog los van hoe je bent, wat je doet. Puur door je titel. Dat was heel heftig in het begin om mee te maken. Dat je bijna, je denkt, oh, maar we hebben toch dezelfde gesprek. Wij snappen toch elkaar. En dat je erachter komt dat het helemaal niet zo is. Omdat iemand opeens heel anders naar je luistert of anders naar je kijkt. Ja. Dus dat heeft, daardoor kan je ook soms heel eenzaam voelen daarin. Dat heeft best lang geduurd voor ik dat snapte. En als je 50 bent, kan je denken, wat zal je net slagen in de 50 hier? Of wat is woonslagen? Wat is er best? Maar dan kiest ik denken, waar staan we op het start? Waar zijn we nu en waar gaan we heen? Wat is onze toekomst? En wij zijn hier. Wij zijn ook onderdeel van de wereld. We sluiten vandaag onze ogen ook niet af voor wat er in de wereld gaande is. Maar wij kiezen er ook voor om open te staan voor schoonheid en hoop. Opening van Cultureel Hoofdstad ben ik ook heel trots op. Maar ook alle samenwerkingen daarin. En alle, ja. Maar ook bizarre processen en ook dingen die ik denk, moet ik dit nu doen? Dat mag toch ik een boost doen hebben, dat hele 2008. Nee, ik ben na de opening iets later, eigenlijk tijdens het maken van de Wereldburgers van de voorstelling, ben ik totaal ingestort. Ja. Dat weet bijna niemand, maar ik was echt, ik snap nog steeds niet hoe de voorstelling gekomen is. Niet met dank aan mij, denk ik soms. Maar goed, omdat het zaffelde energie. Ik zat er totaal doorheen toen. Maar het zat op zoveel trajecten, was het een ingewikkeld proces. En ik had besloten, ik wil maken, ik wil het goed maken. En je weet, je altijd moet compromissen sluiten ergens. Maar dit moet overeind blijven en daar ga ik voor vechten. Het moet wel artistiek iets zijn wat goed blijft. Maar dat is wie een tour de force. Ja, behoorlijk, ja. Met ook heel veel weer nieuwe dingen. Want dan denk je, ik heb van alles meegemaakt. Ah, ik ben ervaren. Dan voel je echt een groentje. 23 stikken, verorings en ik nog de opening van Culturele Haatstijd. Ira Jutkowskaja lid wat achter. Maar wat?
Wat zij doet, gaat nog steeds over verhalen vertellen. Maar ze heeft wel echt nieuwe vormen gevonden van hoe je verhalen kan vertellen. En dat je die verhalen op heel veel verschillende manieren kan vertellen. En dat laat zij achter, die rijkdom. Ik denk dat Ira nou op dit moment heel mooi vruchtbaar zelskip achterlid. Mij zelfbewuste meesken. Die Elbert Ega voor... wat speelt er? Wat is actueel? Wat ken ik daar in dwan mij usvak met theater? Dus net naar binnen keert, maar de wereld inciënt. Nou ja, in mijn geval een jonge man die nou acteur is, die de wereld inkent, die verder kent, die zij een hand om had en nu soorten van loslid. En iemand die zichzelf vragen stelt, iemand die de vrouw bevregert, iemand die inzichten kregen had, hier op een voorstreek, in zijn eigen stad. Een wollen oor mens, met z'n achter, ja. Ja. Heel erg belangrijk is dat zij, al je nieuwe mensen, jongeren ondertussen had en die stikken, de voorstellingen die gebracht worden, elke keer werd er oor acteurs gebracht worden. Dat is dus nooit het gevoel krijgt, oh, dat is hij of zij en die speelt altijd zowel wat ongeveer hetzelfde. Dat vernijing, verjonging, daar wist ik voor om. Ja? Terugstroming, vernijing, verjonging. En natuurlijk financieel op orde. Nou, daar is ze goed in geslagen. Ik hoop dat ik wat werelden heb kunnen creëren samen met mensen. En binnen die voorstel ook alle ontwikkelingen en verjonging. Of voor theater, nieuwe stijlen. Onderzoek, zoeken naar nieuwe manieren van denken, maken. Dat zit allemaal eigenlijk daaronder. Ik hoop dat een soort lijn van de voorstelling is. Het culturele klimaat in Friesland, dat is echt iepende gong. Dat is haven changed, vind ik. En daarnaast is die ziektocht van het theater. Ze had het in gang zetten en ze had het een richting doen. Het is helemaal net zo dat we nu 20 jaar die richting uitvaringen in, natuurlijk net. Maar Ira had wel ervoor zorgen dat het roer omgooid is. Ze had het dwars niet besmitten. Als jongen jij het wat er zeven jaren snijden. Neefje. Snijden hem dres. Huh? Neefje. Zal ik jou eens even onthoofden? Zal ik jou eens even onthoofden? Ja, dat is... Ik hou een voordracht. Komt hij ooit nog? Ja, dat weet ik niet. Ik durf nu niks te zeggen. Ik denk dat... Ja, het is nu een beetje per dag leven. En vooral over nadenken dat jezelf en mensen om je heen gezond blijven. Dat is belangrijk. Ja, maar dat is toch... Daarom kan ik ook niet zeggen, oh, ik vind het heel erg of heel erg voor mezelf. Ik denk, ja, er zijn zoveel... Er zijn altijd veel ergere dingen aan de hand. En je kan niet altijd relativeren. Maar nu zitten we met elkaar in zo'n andere situatie. Dus dat vind ik gewoon... Je kan het wel even jammer blijven vinden. Natuurlijk hou je emoties. Maar je blijft je ook verhouden tot wat om je heen gebeurt. Supermooi dit. Echt heel ontroerend. Ja? Dat dit kan met Zoom. Jongens, wat zijn jullie goed. Ja.